lijkt alsof de toon gezet is. Ik vond het zo mooi gisteren wat je zei. En daar was ik zo blij mee. Van, ga je nou zitten zonder dat je het wil begrijpen of wil weten. Of wil nou grijpen, kan al heel moeilijk. Mm-hmm. Heb ik er niet veel gedaan. En luister. Laat maar komen. Ja. Net of je naar muziek luistert. Voilà. Ja, en daarbij is het leuk om op te maken dat voordat we proberen iets te begrijpen of te weten of whatever, ben je al. Dus ik kan van daaruit het op me af laten komen of vanuit die beetje hebberige, angstige ik die denkt van als ik dit nou maar krijg, dan ben ik wel goed genoeg. Want dat is heel vaak hè, dat mensen het idee hebben, of dat idee krijg ik in ieder geval, van nee, ik moet wakker worden want anders deug ik niet. Het is geen examen voor goed gedrag of iets dergelijks. Het gaat om echtheid. Hier. Je bent hier al. En de rest is kijken wat er gebeuren wil. Wat er landen wil, of wat er opkomen of uitkomen wil, zoals je nu doet. Dat is great. Het is zwaard. Yes, of course. Dankjewel. Vanmorgen las ik een stuk in een boek van je. En dat... dat raakte. Ik wil het even voorlezen. Als ik in het bos ben, zal ik gaandeweg van alles ontdekken en ontmoeten. Zo leer ik zonder plan. Of doet het bos en de dieren... Zo leer ik zonder plan. Of doe het bos en de dieren kennen die daar leven. Ik zal leren over seizoenen, groei, wanneer dieren paren, waar ze slapen, wat ze eten, enzovoort. Gewoon door er te zijn. Niet door het bos te willen veranderen of er op jacht te zijn naar iets specifieks waarvan jij denkt dat het nuttig is. Ja, er zijn dus twee manieren, zou je kunnen zeggen, van wat we leren noemen. Eentje is dus vanuit die open observerende houding, waardoor als ik gewoon ben, er van alles geobserveerd wordt en landt en samenkomt. Maar er zit geen doel of plan in. En je hebt een, wat voor sommige dingen heel nuttig is, een planmatig leren, eerst dit, dan dat, dan dat. Als je een recept wil maken, een maaltijd wil maken, is dat handig. Maar wat wij doen, is eigenlijk alles op die planmatige, nuttige manier proberen te doen. Waardoor we heel scheef worden. En waardoor er dus altijd ook een spanning in zit. Want als ik in het bos ben en ik loop daar gewoon rond en ik merk na 10 jaar in het bos dat ik er van alles van weet. Is dat niet een hoera of een jammer of weet ik veel wat. Het is geen prestatie, het is een natuurlijke beweging. En het heeft niks te maken met, het levert mij niks op. Ik word er niet raker van, of aardiger, of wijzer. Het is meer het ontvangen van iets. Terwijl het andere is het proberen te bemachtigen of bereiken van iets. Dat zijn twee heel verschillende benaderingen. En altijd maar één doen, ja, dan worden we er scheef van. Ja. En dan gaan we alles zien op een nut- en noodzaak manier en wordt alles een hebberig iets. Ik vond het ook best wel, ja, wat ik zeg, heel verbazingwekkend dat je dus echt hier je leven zo geleefd hebt. Ja, yes, maar zo worden we getraind. Van meet af aan, hè. Denk maar terug aan school. Opletten, aandacht erbij blijven, niet dagdromen. Why not? Ja. Dat moet er ook zijn. Zeker bij die ukkies. Dan moeten ze de hele tijd in een stoel zitten, shut the fuck up, opletten. Uit het raam kijken is een heel belangrijke kunst. Ja, cool. Thanks.
Nou al. Ja, als je gebruikt. Het komt omdat er een gekke vraag is die omhoog kwam. En dat is naar aanleiding van gisteren. Toen zei je er werkelijk voor gaan. Wat betekent dat eigenlijk? Er werkelijk voor gaan. Maar er zitten ook twee kanten aan. De voorkant, die inspanning vraagt, maar er is ook een achterkant. En als ik dus naar die achterkant ga, of eigenlijk, heb je het er straks ook al gezegd, dat is er al voordat ik er was. Ja, voordat er iets geprobeerd wordt. Ja, voordat er iets geprobeerd wordt. En voor mij heeft dat ook te maken met open, met leeg, met beschikbaarheid, met aanwezigheid. En als die woorden dus zo omhoog komen, voel ik dat daar adem in zit. Dat zou ik zeggen. Dus dat dat het bestaan is van dat wat ik al ben. En dan hoef ik eigenlijk in die voorgrond niks te zoeken, want daar zoek ik me een rabbet aan. En dan is het ook stil. En dan is het ook dat het rust geeft. Kun je daar nog iets over zeggen? Nou, als we dat ontdekt hebben en we kunnen daarin zijn, of we kunnen zo zijn, is er eigenlijk niks om voor te gaan. Nee. Als we dat nog niet hebben en we moeten wat dingen ontmantelen of doorzien of doorvoelen, dan kunnen we dat beter niet op een halfslachtige manier doen, maar come on. Er zal namelijk flink wat energie voor nodig zijn, zeker in het begin, om door een paar dingen heen te komen. Een paar angstjes, een paar overtuigingen, de kracht van het men waar we tegenaan lopen. Want zoals gisteren al gezegd, van we bestaan nooit los in de lucht. We zitten altijd in een setting. Daar wordt heel veel druk op ons uitgeoefend om zus of zo te zijn en hier en daar aan te voldoen. Daar zitten een paar basics bij die best handig zijn, maar het meeste is nonsens. Dus op het moment dat ik mezelf probeer te ontwikkelen en te bevrijden en de echtheid wil laten schijnen, om het maar eens zo te zeggen, zal ik over het algemeen worden tegengewerkt. Dat hoort bij het lesprogramma, dus dat is op zich niet erg, maar het vraagt wel energie. Ik moet echt bereid zijn. Nou, als ik gevestigd ben in wat jij die achterkant noemt, is dat allemaal geen probleem, want dan is er gewoon zelfexpressie zoals het zich expressed. En ja, de gevolgen zijn de gevolgen. Maar dat wordt dan al niet meer zo erg gevonden. Als we nog wat meer in die persoonsmodus zitten op weg naar openheid of awakening, dan vinden we dat vaak wel erg. Als mensen ons afkeuren of weglopen of whatever. Het is dus eigenlijk een teruggaan naar wat we ooit verloren hebben. Yes. En het vraagt dus moed om, als er dus een onechtheid in ons zit, om die aan te kijken. Ja, of voldoende helderheid. Ja. Als ik het helder genoeg heb, een stuk onechtheid, word ik er vanzelf misselijk genoeg van en dan wil ik het eruit hebben. Dus ook dat begint met heel goed zien. Ik moet het zien waar ik niet klop. Als ik het echt zie, zal ik het niet kunnen laten er iets aan te doen. Als ik het alleen maar vind, dan is dat niet krachtig genoeg. Nou komt de vraag gewoon, is er een kantelpunt in dit alles? Je zou kunnen zeggen dat er een hoofdkantelpunt is en die is wat we dan ontwaken noemen. Maar in de route daarnaartoe, als je dat zo wil zeggen, zijn er meerdere kantelpunten. Dus, en die beginnen bijna altijd met dat we echt iets inzien.
Als iemand bijvoorbeeld werkelijk inziet op een gegeven moment, dus diepgaand verstaat dat het beter is om iets volledig te voelen dan om het weg te drukken of weg te zuipen. Als dat werkelijk gezien wordt, zal die meteen de bereidheid vinden dat ook toe te passen. En dan, als dat het proces is, dus werkelijk te doorvoelen van angst of pijn of verdriet, zou je dat dan kunnen zeggen dat dat de eerste stap is? Nou, dat is een eerste stap, want er zijn verschillende routes. Sommige dingen die, sommige mensen doen er goed aan eerst eens een paar dingen te begrijpen. Andere mensen die moeten gewoon eerst eens wat emotionele rotzooi opruimen. Weet je wel, dus het hangt er vanaf van wat de aanvliegroute is, zeg maar. Maar er zitten verschillende kantelpunten of draaipunten in zo'n gebeuren. Net als in ieder proces, dus in een muzikaal proces ook. Je vordert en op een gegeven moment kom je tegen een drempel aan. Nou, dan word je weer als het ware getest, niet door iets magisch, maar gewoon door het proces zelf. Van, heb ik voldoende intelligentie, doorzettingsvermogen, aanleg enzovoorts, om daar overheen te komen? Je hebt dat voorbeeld ook wel eens genoemd. Het lijkt een beetje dus als het bespelen van een instrument. Yes. Wat dus ook al, waarom ik dat doe, is omdat het dus meteen duidelijk maakt dat het niet een lineair iets is. En dat het ook niet voor iedereen het exact hetzelfde is. Dus er zijn wel wat kernpunten die meestal van belang zijn, of wat markeringspunten, maar het lijkt meer op een rivier dan op een kanaal. En iedere keer, omdat wij veranderlijke wezens zijn, als er dus werkelijk zo'n draaipunt gepasseerd is, er draait iets in ons, draait er gelijk in de omstandigheden, die we dus ook zijn, dus we zijn de body mind plus de omstandigheden op het niveau van mens, draaien daar ook dingen in. Er ontstaan andersoortige interacties met de mensen om ons heen. Sommigen die rennen misschien gillend weg, anderen die duiken ineens op. Er worden andere dingen gelezen, whatever. Misschien heeft iemand zoiets van, ik flikker mijn baan eruit, ik ga iets anders doen, want eigenlijk wilde ik altijd dat. Weet je wel, dus ieder van zo'n kantelpunt kan een hele waaier aan effecten hebben. Ergens weten we dat ook en daarom zijn we daar soms voor verandering ook bang. Dus iets in ons zoekt bevrijding van dingen of een toename van authenticiteit of weet ik hoe je het uit wil drukken, maar we vrezen het ook. Want ik weet wel wat ik heb ongeveer, maar ik weet niet waar ik krijg. Ja. En dat wat ik krijg is het vaak, dat is ook een angst, hè? Dat kan. Dus dat je zegt van ja, wat is het dan? Dat kun je dus niet weten, dat weet je feitelijk nooit, maar als ik denk dat ik ongeveer weet wat ik heb, dan kan ik net doen alsof dat oké is of veilig of weet ik van wat. Het is in ieder geval vertrouwd. Als de boel gaat veranderen of zelfs op zijn kop gezet wordt, dan ja. Hoe meer we dat vanuit de achtergrond kunnen bekijken, hoe minder erg dat is. Of anders gezegd, hoe helderder ik ben, hoe minder erg ik dat vind. Ik vond al die veranderingen niet zo erg in de tijd dat dat zelfonderzoek hier allemaal bezig was, omdat ik het leven toch al kloten vond. Dus ja, een beetje meer shit erbij of een beetje eraf maakte mij niet zoveel uit. Ik vond er niet zoveel aan, dus ik had zelfs ergens een gevoelsidee van, nou, waarschijnlijk is iedere vorm van verandering alleen maar gunstig, want dit is gewoon shit. Nou, een ander die zit redelijk in zijn vel en die denkt daar misschien anders over. Die heeft misschien meer het gevoel van ik kan een hoop kwijtraken. Dus ja, dat hangt maar, hè, wat ik net al zei, van de aanvliegroute af of van de persoonlijke karaktertrekken en de setting waarin iemand functioneert. Want niemand is gelijk, dus. Nee. Maar het is eigenlijk het spelen met het leven in alle openheid. Ja, dat is de beweging en daarom noemde ik het gisteren in een e-mail aan iemand, je zou kunnen zeggen dat het levenskunst is. Ja. Nou, hoe meer wij gebruik kunnen maken van dat wat ziet, van het observerende, van de achtergrond, hoe makkelijker dat gaat, omdat we van daaruit veel minder bang zijn. En dat we ook veel helderder krijgen, dat ik eigenlijk de hele tijd probeer
mijn angstjes en mijn emotionele pijn eigenlijk op een rare manier te beschermen. Dus iets heeft me ooit zeer gedaan, dan ga ik hele strategieën ontwikkelen om te voorkomen dat dat weer gebeurt. Als je daar goed naar kijkt, dan zit ik dus eigenlijk met zo'n stukje pijn. En dat zit ik zo de hele tijd vast te houden. En oeh, als er maar niemand aankomt, als er maar niemand in prikt. Dus dat was een van de dingen die ooit duidelijk werd. Ik zit hier gewoon mijn pijn te beschermen en te koesteren. What the fuck is dat? Dat is raar. En daar bouwt zich dan langzamerhand een hele character omheen. Om pijn en vrees. Dan wordt het meer een eigenschap. Ja, en als dat lang genoeg duurt, gaat dat heel belangrijk worden. Daarom willen mensen dan ook niet van, je mag hier en daar niet op wijzen. Of je moet dingen, allerlei dingen niet, dat wordt ook steeds populair, allerlei dingen niet zeggen. Want dat is kwetsend. Gadverdamme. Diep ademen. Ja, dan moet ik soms even resetten, want... Of dan hoor ik van die voetballers zo van, ja, we moeten tegen Georgië en die moet je niet onderschatten. Natuurlijk wel, onderschatten, afmaken! Wat is dat nou voor laffe taal? We moeten ze niet onderschatten. Kun je voetballen, ja of nee? Dat denk ik dan. Het is maar goed dat ik geen coach ben. Dat werd helemaal niks. Of misschien niet de voetballers. Bovendien, ik kan niet lopen, dus we hebben ze allemaal. Dus dat alles gezien. Yes, of course. En die ontdekking, dus dat zo is, is alweer zo'n kantelpunt. Dat is cruciaal. Ik ben er al voordat ik iets wil. Ja. En dat is altijd aanwezig en is altijd voelbaar, hè? Niet voor iedereen, maar als het eenmaal ontdekt is wel. Want dan is dat het alleen maar vanuit dat ene oog gezien wordt, laat zo even zijn. Dat is altijd. Yes. Ik had een vraag over angst. Vanuit de totaliteit bezien, ben ik met die angst, zo op de manier zoals ik die ben vanuit mijn praktijk. Maar anderzijds, vanuit de totaliteit, valt ook alles onder wat er is. Dus valt er alle omstandigheden onder, alle denkbeelden, alle gevoelens. Dus zo bezien is het ook weer op een bepaalde manier deel van die totaliteit. En als ik die totaliteit zou zijn, dan ben ik dus op die manier toch ook weer die angst. Ja, maar alleen maar als een onderdeeltje in die totaliteit. En wat er dus gebeurt op het moment dat wij ons als een afgescheiden wezen opstellen, is dat er een totale fixatie op die angst komt en zelfs een versmelting daarmee. Vanuit een totaal perspectief is dat onmogelijk. Er zijn dan 100 bewegingen waarvan er eentje angstig is. Mooi, gaat vanzelf over. It's not a problem. Maar vanuit het ik gezien is het een enorm probleem. Sterker nog, het is bijna de motor van alles. Ja, dus het heeft vooral te maken met wat voor grip die angst dan nog kan hebben. Nee, het heeft te maken met de mate van identificatie met de persoon. Ja. Dus hoe meer geïdentificeerd je bent, hoe meer last je hebt van die angst. En op een gegeven moment wordt het een loopje. De angst zorgt ervoor dat ik geïdentificeerd raak. En doordat ik geïdentificeerd raak, heb ik meer last van de angst. Maar vanuit dat bezin is angst gewoon één van de kleurtjes energie, om het zo maar te zeggen, die op kan komen. Laten we zeggen dat het een rode kleur heeft. Maar er is ook blauw en groen en paars en zo. En daar hebben we geen last van, want dat zijn de vrolijke kleurtjes. Want ik krijg namelijk zelden mensen bij me die dan zeggen van, Hans, ik heb echt een dik probleem. Want ik ben nou echt al 7 maanden hypergelukkig. Hoe kom ik hier vanaf? Ze komen vragen hoe ze van hun angst afkomen of hun verdriet. Maar nooit van hoe ze van hun geluk afkomen. Nou ja, dat kan wel een probleem zijn. Hoor. Het is mij opgevallen dat het altijd vanzelf overgaat. Al die kleurtjes. Dus als ik werkelijk ben, helder hier, hoef ik helemaal geen zak te doen. Iets welt op en het verdwijnt weer. Dat gaat redelijk snel, 1,5 minuut.
En of dat nou een aanval van liefde is of een aanval van angst, maakt geen enkel verschil. If you stay out of it, het is een anderhalve minuut weer over. En dan is er weer gewoon een soort neutraliteit of compleetheid. Dus ik zit er nooit zo mee. Die emoties, ik vind ze ook niet zo interessant. Vroeger wel. Natuurlijk, want ja, als we als persoon optreden of als afgescheiden wezen, en let daar maar eens op, het gaat basically er alleen maar over hoe ik mij voel. Daar is een heel klein denkraam. Ja. Maar daar gaat het de hele tijd over. Ja, precies. Dus hoe ik mij voel en hoe ik kan voorkomen dat ik vervelende dingen ga voelen. Daar is de gangbare raamwerk waarbinnen mensen leven. Het is heel treurig. En dan had ik nog een vraag. Als je dus continu in het nu bent, dan moeten toch keuzes gemaakt worden? Of, Deze vraag wordt alleen gesteld als je niet hier totaal aanwezig bent. Dus, en dat is leuk om op te merken, niet om vervelend tegen jou doen. Zodra iemand zegt, als, is die niet in de toestand waar die over spreekt. En is dus eigenlijk alles wat erover gezegd wordt onzinnig. Dus dan zeggen mensen bijvoorbeeld, ja maar goed, als alles bewustzijn is, dan, en dan komt er een heel verhaal. Als je nou eerst eens inziet dat alles bewustzijn bent, niet dat je dat denkt of vindt, of, en je moet het ook niet geloven. Hoe ziet het eruit? Die vraag die gesteld wil worden vanuit dat perspectief. Nou, ik kan je op een briefje geven dat als dat perspectief er is, komt die vraag niet op. Het is net zoiets als vragen van, ja, maar als ik in de droomloze slaap ben, hoe doe ik dan? Ja, de droomloze slaap is hier nu niet, dus. Nee, ik snap dat het een vraag is vanuit begrip van de situatie. Ja. En vanuit vrees. Want als er geen vrees is, hoef ik dat niet te vragen. Dus nee, het is een angstvraag. Het komt er basically op neer. Stel nou eens dat ik wakker word van wie zorgt er dan voor mijn zaakjes? Ja, maar dat is ook niet erg dat we een beetje angst meespelen. Nee, dat is ook niet erg, maar ik verklaar alleen maar waar het vandaan komt. Nou, het leuke is, op het moment dat het inzicht er is, maakt niemand zich zorgen over wie de zaakjes regelt, want die gaan vanzelf. En uiteindelijk gaat alles mis. Dus als je keuzes maakt voor bepaalde politieke partijen, moet je zeggen. De politiek is sowieso heel oninteressant. Dus je zou ook een partijloze premier worden? Ik zou geen premier willen worden. Ik heb de arrogantie niet dat ik genoeg kennis heb om een land te kunnen besturen. En geen enkele neiging om macht uit te oefenen over wie dan ook. Dus als dat rare verzoek al zou komen, zou ik zeggen, how about no? Want dan moet ik aan die hele toestand mee gaan doen en daar heb ik geen enkele ambitie in. De grappige filosoof Ortega, die zei ooit van, denken in termen van links en rechts is een van de vele manieren om een imbeciel te zijn. Dat vind ik dan leuk. Die dacht ook na over politiek. Maar die dingen, daar kan over nagedacht worden, maar wat ik als het over politiek ga interessanter vind, is over de diepere bewegingen. Niet zozeer dit partijtje zus, dat partijtje zo. En dan worden die zo genoemd en die worden weer afgezekerd door die. En voor mij is het allemaal basically hetzelfde. Ja. En ja. Ik wil het niet over politiek hebben, maar meer over wat is de statie van hoe je dus vanuit het nu toch een lange termijn keuzes kunt maken. Nou, het leuke is dat de hoofdmoot is van als er awakening is, dat die kloppendheid eigenlijk het meest primaire is. En de rest volgt daaruit. Dus ik ervaar eigenlijk zelden
afzonderlijke onderwerpen. Dus de meeste mensen zijn bezig met de gezondheid is een onderwerp, en politiek is een onderwerp, en socio-economische omstandigheden is een onderwerp, een woonsituatie is een onderwerp, zo hebben ze een heleboel van die onderwerpen. Zo ervaar ik dat niet. Er is gewoon mijn zo zijn en daar volgt uit een bepaalde werkzaamheid, een bepaalde socio-economische omstandigheden, bepaalde contacten met mensen enzovoorts. Dat volgt uit dat zo zijn. Dus ik hoef alleen dat zo zijn in de gaten te houden, als je dat zo zou willen zeggen. En ambities zijn er niet. Ambities zijn... Ja, daar is bij iedereen, dat is een immer wordend gebeuren, want als organisme, inclusief de setting die je bent, daar is constant in flux. Dus een aantal dingen die zijn weggevallen, het idee dat één van die onderwerpjes een permanent whatever zou opleveren. Dus het geloof in permanentie is weg, het enige permanente is het zijn. De rest is voor mij een soort van bijzaak. Ik vind dit comfortabeler dan dat. Maar is het van levensbelang? No. Dus je bent ook niet geïnteresseerd, om het maar zo even te stellen, of je volgende week nog ergens satsang geeft? Nee. Toevallig lijkt dat zo te zijn. Er staat er een gepland. Maar het leuke daarbij ook is, dat kan gepland zijn, maar ik kan ook dood zijn. Of wat wel eens gebeurd is, ging ik op weg naar een satsang en ik reed ergens tegenaan en ja, dan kon de satsang niet doorgaan. Dan heb ik niet zoiets van, oh my god, wat verschrikkelijk. Ik heb namelijk ook niet het overdreven idee dat wat ik doe heel erg belangrijk is. Nee, ik begrijp dat ze het voorbeeld van aanrijden of dood, dat zo, dat het überhaupt niet kan doorgaan, maar... Ja, maar het is ook... Kan... Je, het punt is meer van, je plant dingen en dan zie je wat daarvan komt. En er is dus ook nooit zoiets van, ik moet mijn targets halen. Of er moet zoveel omzet zijn, of al dat soort dingen. Ik doe gewoon wat ik prettig vind om te doen, niet te veel, niet te weinig. Zodat dat klopt voor mij. En dan zien we wel wat eruit komt. Ja. Dus het maar leuk... een van de dingen is dus dat volgende week dat je wakker wordt en dat je niks meer voelt of iets, geen impuls bij satsang en dan is dan ga je nou, het dan is... naar huis of... Dat lijkt me sterk, want dat lijkt me echt een straf. Maar het behoort bij de mogelijkheden. In principe is alles mogelijk. Er zijn echter dingen die waarschijnlijker zijn dan andere. En de kans dat ik naar Amerika verhuis, of Ibiza for that matter, is nul. Ja, okay. Een ander land dan. Een ander land? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het punt is van die ik die zich dus bezorgd maakt over hoe maak ik keuzes, die is er niet op het moment dat je volledig aanwezig bent. En dan zie je dat er ook geen... En dat is vanuit andere hoeken van kennis ook al lang bekend eigenlijk, dat die bewuste geest niet degene is die de beslissingen neemt. Dat komt uit je subconscious. Dus je hoeft daar zelfs niet eens wakker voor te zijn van je hebt een probleem, waar dus blijkbaar een beslissing over genomen moet worden. Zorg, en daar kun je met je bewuste geest iets mee, dat je het probleem heel helder formuleert. En laat het dan eens even met rust. Dan gaat je hele systeem namelijk aan het processen en die zegt op een gegeven moment dit. Tenzij het over alleen maar getalletjes gaat, want de subconscious heeft geen interesse in getalletjes. Dus je hebt er niks aan als je van provider wil switchen. Dan heb je aan je subconscious niks, because it doesn't give a shit about that. Maar als het over fundamentelere dingen gaat, dus intermenselijke dingen of zelfs een woonplek, is die subconscious wel van belang, want die pikt veel meer dingen op dan alleen de huurprijs. Of de uiterlijke locatie, die moet ook iets voelen van, ja. Dus bij dat soort dingen, als dat in mijn leven speelde, dan was het gewoon, nou, wat zijn de minima eisen? Daar heb je je verstand voor. En dan let it happen. En dan kom je ergens bij een huis bijvoorbeeld en dan hoor ik, ja. Ja, goed, dan gaan we dat doen en dan zien we het wel. En dan wil ik daar verder niet meer over nadenken, want al dat soort dingen, daar besteed ik het liefst zo min mogelijk aandacht aan. Terwijl dat voor andere mensen hun hele leven lijkt te zijn. Constant over dat soort dingen nadenken. Praktische, nuttige of noodzakelijke dingen. Ik vind het net zoals emoties bijzonder saai. Hoe kom je dan, als ik vraag mag,
aan het rijtje wat je wel met je verstand bepaalt? Gewoon omdat je dat op een gegeven moment weet. Ik hou niet van steden, dus ik ga niet in de stad wonen. Ik hou wel van bomen, dus graag aan een bosrand. Ik wilde niet meer, toen we gingen verhuizen van de horizon, het centrum waar ik woonde en werkte. Ik wilde niet meer in hetzelfde gebouw wonen en werken. Dus het moest een ruimte hebben los van het huis. Dat zijn dingen die gewoon ontstaan. Van oké, okay, daar werkte voor 9 jaar, maar dat wil ik niet meer. Nou, en dan kijk je wat daarvan komt. Maar sluit je op die manier niet de mogelijkheden van een consciëntie uit? Nee, want als de bewegingen anders zijn, stel dat in datzelfde proces mijn vriendin weggelopen was, zou ik niet gaan wonen waar ik nu ging wonen, want dan was het te duur. Dan zoek je wat anders. Dus het is iedere keer, je weet op een gegeven moment gewoon wat je aan dat ding hebt, hoe die functioneert. Oké, dit past beter dan dat. En dan ga je vervolgens kijken of dat in de realiteit mogelijk is. Het leuke is, van als je werkelijk aanwezig bent, dat je niet zo heel erg teleurgesteld bent als je niet helemaal je zin krijgt. Sterker nog, je weet van tevoren dat je nooit helemaal je zin krijgt, want perfectie bestaat niet. Dus, you try to get as close as you can, met zo min mogelijk inspanning. Dat is het eigenlijk. Het werkt heel erg goed. En vrij stressloos. Oké. Ik merk wat verwarring in mijn systeem, wat betreft zelfonderzoek. Dat je het heel vaak hebt over radicaal zelfonderzoek, echt dingen als het ware, echt radicaal stoppen, wegdoen. Maar ik hoor je ook regelmatig zeggen over dingen komen vanzelf als het ware. Je kan niet pushen om iets te zien als het nog niet gezien wil worden of niet gezien kan worden. Dus ik merk daar in verwarring van, ja, wat moet ik dan doen? Of wat mag ik, wat kan ik dan doen? Ik moet natuurlijk niks. Maar wat kan nou wel, wat kan nou niet? Waarin kan ik wel een soort van stappen zetten en waarin is het meer afwachten? Nou, het is heel simpel. Wat niet in beeld is, daar kun je niks aan doen. Klopt. Dus je moet het doen met wat in beeld is. En dan hebben we ons onderscheidingsvermogen nodig, of dat stuk wat er in beeld is, laten we zeggen, verwerkt moet worden met een sloophamer of met een milde afstemming. Mm-hmm. Soms heeft het dit nodig, soms dat. Soms een tijdje dit en dan dat. Ja. Dus net als wat ik zei gisteren over dat innerlijke kind, soms moet je die even gewoon een tijdje knuffelen en dan vervolgens bam, als die even niet oplet. Ja. En dat heeft met timing te maken en dat soort zaken. Ja, dus het is echt van puur afstemmen. Yes, yes, yes. Wat heeft het proces op dit moment nodig? Yes. En wakker en kritisch zijn, want ik heb al eerder tegen mensen gezegd van waarvan doe je net alsof je het niet weet? Mm-hmm. We hebben de neiging om dingen zo van, oh ja, nee, dit lijkt me een goed thema om mee bezig te zijn. Terwijl hier de boel in brand staat, weet je wel. Maar die willen we in ieder geval nog even houden. Dus als we echt de drive hebben en dat soort dingen, is het handigst om het lastigste eerst te doen. Dus daar waar ik het minste zin in heb. Mm-hmm. Daar zit de meeste energie in. En als dat kan kantelen of oplossen, heeft dat de grootste impact. Maar de meeste mensen kiezen eerst een paar probeer-experimentjes waarbij de gevolgen, denken ze, nog te overzien zijn. Dus als dit me lukt, dan, nou ja, goed, dan ben ik in ieder geval nog niet iedereen kwijt en lig ik nog niet meteen in de goot, want dat is de onderliggende angst. Angst voor sociale dood hadden we het al over, uitstoting. Weet je wel, van dus dan prutsen ze daar een beetje mee en als dat dan gaat en dan krijgen ze wat vertrouwen, want ze zijn bang, dus dan heb je vertrouwen nodig. En
er zijn ook altijd een paar wat radicalere types en die hebben zoiets van, oh ja, dit huis dat... hier is die stut waar eigenlijk alles, de draagbalk, laten we die eerst maar doen. En niet een raam vervangen. Ja, het hangt ook een beetje af van de aard van het beestje. Ja. Daarom zei ik er straks al van, niet iedereen is gelijk of niemand is gelijk. De ene die heeft zoiets van bam, kledder. En dan soms zit er zo een bij en dan heb ik zoiets van, oh, als jij nou eens even ietsje rustiger aan doet. Want je bent nou het huis van de buren aan het afbreken, it's none of your business. Weet je wel, dus ja, een 10 voor de intentie en de intensiteit, maar iets beter richten. Terwijl bij een ander heb je zoiets van, kom nou eens van je plek. Ik zit al 10 jaar, ik zie er niks van. Ik heb 10 jaar niks gedaan. Ja, zie je wel. Hans, ik weet eigenlijk niet zo goed wat is nou spirituele bypass. Ja, ik weet daar de definitie van de dikke vandalen niet van. Maar het klinkt als een beweging om ergens omheen te komen en het te voorzien van een of ander spiritueel lulverhaal. Dus het klinkt als een excuus, een smoes. Dus ik kan bijvoorbeeld, weet ik veel, iemand oplichten en dan zeggen, ja, dat was ik niet, dat was bewustzijn. Dat gebeurde gewoon zo. Ja, ineens zat de hand in de kast en ja. Dat is een raar voorbeeld, obviously. Maar mensen hebben een enorme neiging om zichzelf voor de gek te houden. En dat is prima, want dan heb je er alleen zelf last van. Maar ze hebben ook soms de neiging om anderen voor de gek te houden. En dan kan het bijvoorbeeld de vorm aannemen, dat dan heb ik ergens last van. En dan ga ik tegen jou zeggen, nou, jij moet dat en dat maar eens goed doorvoelen. Zodat je dat gedrag niet meer tentoonspreidt, zodat ik er geen last van heb. Mensen doen dat en dat komt zelfs voor in mensen die dan zeggen dat ze elkaars geliefde zijn. Dan gaat de een de ander vertellen waar die toch eens ernstig naar moet gaan kijken. Daarom riep ik ooit van spiritualiteit is voor intern gebruik, niet om een ander te vertellen wat hij moet doen. Tenzij je een leraarfunctie hebt of tenzij iemand je ergens om vraagt van ik zit hier mee en hoe zou je... Maar niet in de vriendensfeer of de relatiesfeer gaan zeggen van ja, ik vind het zo vervelend dat je dit doet, doe maar eens een onderzoekje. Of ik zou jou inderdaad die 1000 euro teruggeven, maar je bent wel erg gefixeerd op geld. Dat is geen grapje. This happened. Niet bij mij, maar iemand vertelde dat. En dan moest zij dus maar even dat... haar stress over geld gaan doorvoeren. Ik zei van, ik dacht dat jij dat geld zou teruggeven. What's this about? Dus kan je dan zeggen, je zoekt een soort oplossing in de buitenwereld voor dingen? Nou, je geeft er gewoon een spirituele draai aan. Dan ga je dus in dat geval van dat geld tegen een ander zeggen dat hij niet zo gefixeerd op geld moet zijn. Nee lul, het gaat erover, je had geld geleend, je had gezegd dat je het 1 maart zou terugbetalen en you don't. So, you're a liar. En zoals Hannah Arendt ooit zo mooi zei, de enige zinvolle profetie is een nagekomen belofte. Als je iets belooft, dan moet je het ook doen. En ik bedoel, als dat vaak niet lukt, ja beloof het dan niet. Maar dan moet je niet dat in de ander in de schoenen gaan schuiven. Van ja, wat zit jij nou te zeuren over die 1000 euro? Nou, die was van mij. Vervolgens heb ik tegen die andere, die kende ik ook, gezegd... je moet ook geen 1000 euro uitlenen aan zo'n type.
Als je een beetje op had gelet, dan wist je dat dit ervan ging komen. Dus in mijn optiek zijn het allebei oenen. Welke spirituele draai ze er ook aan geven. En dus voor intern gebruik kun je dat gewoon zien. Wanneer je dus probeert via een citaatje of een quoteje of een stukje teaching een bepaald wangedrag of oneerlijkheid of whatever weg te redeneren. Dan ben je een soort spirituele politicus. Dat is terrible. Ik heb alleen niet echt verder iets te zeggen of zo. Maar ik eigenlijk ook niet, maar het lukt toch harder. Ja, nee, ik weet het echt niet. Ik ben moe en ja. Ik ook, geeft niks. Ja. Ik kan er niet echt iets zinnigs over zeggen. En ik heb er volgens mij ook niet echt een vraag. Goed. Ja. Leuk is wel dat, maar dat wist je al. Dat wat zit is niet moe. Dat ding wel. Ja, nou, maar dat probeer ik met een. Dat hoef je niet te proberen, dat je gewoon opmerken. Dat is gewoon zo. Ja, maar dat probeer ik op te merken, ook gisteren en vandaag, maar dat zie ik echt niet zo. Ik voel me gewoon intens moe en dat... Ja, maar toch, je kunt het me vertellen, dus iets weet dat er vermoeidheid is. Dat iets wat dat weet, is dat ook moe? Ja, ik kan dat niet zo zien. Nee, shit. Dat is nou net een beetje het dingetje. Ja, precies. Ja, dat snap ik. Gisteren zei je ook iets van het wordt van binnenuit gezien. En dat bleef me wel hangen van, oh, daar ga ik misschien nog naar vragen. Dus bij deze dan. Dan kun je daar iets mee over toelichten dan. Want ik zit er nog ergens tussen. Dus ja, je probeert het te veel te maken. Ja. Maar alles wat gebeurt wordt al opgemerkt. Dus ik kan me ervan bewust worden dat ik ga zitten proberen het op te merken. Ik weet dat ik probeer het op te merken. Dat hoeft dus niet. Het wordt al opgemerkt. Dat dingetje moet klikken. Voordat ik het probeer op te merken, wordt het al gezien. Ja, maar dat klikt dus niet. En zodra ik het ga proberen, zie ik het nog niet. Nee, dat geeft niet. Maar daarom blijven dat soort dingen op allerlei mogelijke manieren beschreven en gezegd worden. Tot er een formulering op het juiste moment bij zit, zodat het wel klikt. And we never know when. Voor mij is het net als voor jou nu van het klikt niet, dus waar heb je het over basically. Voor mij is het totaal onbegrijpelijk dat iemand dit niet ziet. Ja. En dat was zeker in het begin de dommigheid, want dan ging ik daar allemaal van uit en dan zat ik allemaal verhaaltjes te vertellen over zien en weet ik veel wat. Ze hadden geen idee waar ik het over had, dus ik moest dat leren hoe je dat uitlegt. Voor zover dat gaat. Maar er zaten allerlei aannames van, oh ja, dat heeft iedereen zelf, observatie, dat was bij mij altijd al zo. Weet je wel, maar dat bleek een ding te zijn wat je moest leren. Want de meeste mensen observeren zichzelf helemaal niet. Dit vond ik ook zoiets apart. Ja, dat vraagt om ruimte. Ja, maar dat zelfs toen ik erg ongelukkig rondliep, was er iets waardoor ik kon zien wat die Hans allemaal aan het doen was. Zelfs toen ik 16, 18 was, zat ik al dingen op te schrijven en dan schreef ik dat. En ik wist niks van Advaita in termen van hij. Dus ik keek naar die Hans character alsof het gewoon een of andere, een derde persoon was. Van, ja, hij doet dit en dan zit hij hierover en dan roept hij dat. En hier zit het in de knoop. En dus er was blijkbaar een afstand en ik dacht dat iedereen zichzelf kon observeren. Of zijn gedachtenstroom of de bewustzijnstroom, voor je dat wil weten. En de rise and fall of the emotions enzovoort. Niet dat dat me toen echt hielp. Al. Maar ik dacht dat iedereen dat kon. En dan ging ik dat eens vragen. En dan zat iedereen helemaal in mijn vriendenclub. En er zat er één bij dat dozijn. En de rest zat me allemaal bijzonder glazig aan te kijken. En of ik niet heel snel wilde ophouden met mijn gouden hoer. Dus, nee, oké, okay, goed. Dus als nu merk ik op dat er dan zenuwen zijn bijvoorbeeld. Juist. Maar dat voelt als ik die dat opmerk. En misschien omdat ik er nog te veel
je mag daar voor mijn part ektuigen zeggen, want basically zeg je dan ektuigen bewustzijn. Want het is bewustzijn die dat opmerkt. Het is je mind die er iets van vindt. Maar waarom voelt het nog als een ik, als ik persoon die dat opmerkt? Omdat het net nog te dicht op elkaar zit geplakt. Ja. Op het moment dat dat een centimeter open gaat, dan ontstaat er die space. En dan wordt dus het verhaaltje net anders. Dan voelt dat ding zich nog net zo moe overigens hoor. Mm-hmm. Dan wordt er niet beter van, maar de verhouding ertoe verandert. Ja. Dus denk ik hetzelfde als dat, nou, ik zat dan de afgelopen week in dat gedoe en heel sterk aan de voorkant. En gisteren kwam er dan weer wat meer ruimte. Dus dan wordt het al totaal anders, met yes. Een klein beetje space. En dit is misschien iets meer finesse daarin, denk ik. Yes. Het is vrij subtiel, vandaar omdat ik de term opmerken gebruik. Want heel veel mensen die lijken dan met heel veel kracht en inspanning bewustzijn of dat wat ziet in elkaar proberen te zetten. Dus dan maak ik wel eens die rare vergelijking. Je kunt opmerken dat je nu staat, maar je hoeft die vloer niet te leggen. En is het ook, kijk, zoals nu, ik word dan door die zin ook wat nog een heel klein beetje mistig, dus komt niet. Jij komt niet volledig binnen, er zit nog een beetje een filter tussen. Dus omdat die mind er dan nog iets van gaat maken of iets, dat iets niet aan wil of dat die angst niet wil voelen of whatever, maakt niet uit. Is het daardoor dat ik dat dan niet, dat subtiele dus niet opmerk misschien? Mogelijk. Of omdat het te veel, dat je systeem te veel zijn best doet om het te pakken te krijgen. Vandaar de opmerking gisteren van let it wash over you like music. Want als we te krampachtig proberen dat wat ziet te pakken te krijgen of op te merken dat het er al is en al dat soort dingen. Opmerken is een subtiele beweging. Dat is iets anders dan het pakken of proberen vast te houden. Of het is de meest cruciale ontdekking die we kunnen doen en tegelijkertijd is het een verschuiving in de aandachtsveld van een millimeter. Dit is net en naast. En kun je toch nog iets zeggen over dat het van binnenuit, het zien van binnenuit komt? En je wees daar bijna naar uit. Nou, dat heeft meer te maken met een waar je aandacht vanuit gestuurd wordt. Normaal denken we dat we hier zitten. Maar als we meer kloppen, let's say, dan lijkt de boel gewoon te zakken, alsof er een zin vanuit het midden is. Ja. Waar dus ook automatisch die intuïtieve stroming, dus de stem van je subconscious, een veel belangrijkere rol speelt in plaats van die zit dan daar, de stem van bezorgdheid en ik en die drukte. Dus daarom zei ik wel eens van die volwassenheid sowieso, die heeft te maken met dat wij een half metertje zakken. Het is niet echt heel iets wereldschokkends, het is maar 30, 40 centimeter. En dan heb je meteen een veel ruimer denkraam en een bredere horizon en zo. En meer rust erin, dan hoef ik niet meer meteen mijn zin te hebben. Of Dan kan ik rustiger, zoals ik dat dan vaker noemde, van zien hoe de kaarten liggen. En oké, ik wil daarheen, maar ik kan beter zo. Of oké, ik wil daar wel, maar dit is niet het moment. Oké. And then we forget about it, tot het moment zich aandient. En dat lukt niet als ik hier heel erg aan de voorkant en aan de oppervlakte zit. Ja, ja, ik maar. Ik nog steeds niet de zak helemaal naar van mijn buik. Ja. Maar heel veel in de wereld, en voor een deel staan wij dat zelf toe, maar voor een deel hebben we met z'n allen een wereld gecreëerd die constant daar ook appel op doet. Dus die ons constant in die stressmodus houdt van alles in de gaten moeten houden en meetellen en ik moet niks missen. En dat is terrible, dat opgejaagde gedoe. Ja, en als ik, helemaal bij mij is het altijd werk, maar als ik daar ben, dan lijkt het ook weer heel echt en
cetera, et cetera. En dan ben ik hier gisteravond, en dan, ik weet nog niet eens een uur bij wijze van. En dan zie ik alweer de afstand en dan wil ik bij wijze van spreken alweer mijn baan opzeggen. En dat is niet zo radicaal. In ieder geval, dat is niet meer wat ik 2 dagen geleden nog vond bij datzelfde werk. Eigenlijk niet zo boeiend dan meer. Ja, en dus is er niet per se een reden om die baan op te zeggen, maar het veel meer vanuit die, ja, dat midden, let's say, te beleven. En een baan, welke het ook is, dat gaat me nooit totaal gelukkig maken. Het is gewoon prettig als daar nog iets leuks in te doen valt, enzovoorts, weet je wel. En het zorgt ervoor dat de rekeningen betaald worden. Maar, nou ja, zoals zo'n cliché zegt, je werkt om te leven. Weet je wel, en het is een ondersteunend iets, het is geen doel op zich, net als geld geen doel op zich is. Het is gewoon prettig, om, of wat er prettig aan is, het is eigenlijk op zich niet eens zo prettig, te weinig is onprettig. Daar is het. Dus het is leuk om niet te weinig te hebben, maar voor de rest is het niet zo relevant. Nou ja, het enige wat ik nog interessant vind is dat de manier is om meer mezelf te zijn. En vanuit... Ja, het is, je kunt het dus vanuit dit perspectief gebruiken als een oefenterrein. Hoe beleef ik die werksituatie als ik daar zit, als ik me laat verleiden om hier helemaal in die frontale kwabben te zitten? En hoe is het als ik meer vanuit het midden dat beleef? Dan is het een speelterrein om dingen te ontdekken, om te observeren hoe dat gaat. Ja, en net daarvoor zit nog een stukje wat ik dan de afgelopen week ook tegenkom, waar nog iets aan te kijken. Ja, sure. Jij zei straks van, dat er zelfs geliefdes zijn die dat tegen elkaar zeggen. Ik dacht dat het net wel over mij ging. Ja. Oké, ga even zitten. Komt vaker voor dan je denkt. Ik heb het zelf gedaan heel lang geleden. Tegen mijn partner gezegd dat het zus en zo aangepakt moest worden en dit en dat. Dat ik zoiets had van, oh, maar die leert op een hele andere manier. Er was er één die leerde door dingen te doen. Dat was een idiot. Dus als je zoiets ontdekt bij jezelf, ga je er ook een beetje op letten hoe mensen dat met elkaar doen. En ga je daar dus ook op wijzen van, don't do that. Het is gewoon onfatsoenlijk. Bovendien is het none of your business. Ja, het is sowieso natuurlijk ook wel herkenbaar dat als je in een relatie zit, dat je soms nou eenmaal over elkaars grenzen heen gaat. Ja, natuurlijk. Dus het is ook niet aardig, weet je wel. Maar het leuke is, als je in een relatie zit en allebei hebben daar interesse in, dat dus een helpend iets kan zijn. Maar ik wijs er wel op dat als dit soort dingen erin sluipen, dan wordt het onfres. En iedereen doet wel eens een keer iets even wat niet klopt, maar op het moment dat je het door hebt, stop het. En zoals ik er straks al zei, van let er ook op, maar dan vooral bij jezelf.
wanneer je probeert dingen te vergoedelijken in je eigen systeem of een draai te geven door een of ander citaatje erbij te slepen. Want dan ben je gewoon niet veel beter dan de eerste, de beste bijbeldrager die iedere vorm van achterlijk of wangedrag goed lult met een of ander citaat. Want in Matthäus 12, 13 staat, en je kunt er alle kanten mee op. En dat is dus niet de bedoeling. Dus vandaar dat ik niet dit weekend tot nog toe, maar over eerlijkheid heel veel gezeurd heb. Als ik niet eerlijk ben, in ieder geval naar mezelf, dan, ja, dan kan je net zo goed ophouden. En je kunt het zien, het is niet te voorkomen, want we zijn mensen, dus we zijn altijd een beetje schimmige figuren. Maar op een gegeven moment kan het zijn dat je jezelf een citaat hoort gebruiken, of dat je dat tegen jezelf zegt zo van binnen. Ja, maar ja, waaruit kwam aan en zei je. Dus ja, dat kan makkelijk. Dan weet je, ja, die uitspraak die was in een context bedoeld en heeft zeker zijn waarde, maar hier gebruik ik hem gewoon als een smoesje. Soms ben ik zo geïnspireerd door een stuk in Vreugde van Verlichting op het moment. En dan lees ik dat stukje voor. En dan komt daar een reactie uit. En dan soms weer een reactie. Ja, ik zie dat als verrijkend en vind dat ook heel mooi. Is toch prima? Ja? Zo, waar ik alleen maar op wijs is op het moment dat het in een manipulatieve sfeer komt. Ja, en dan moeten beide, als ze in een relatie zitten, voor waken. Bij zichzelf in eerste instantie. Let's not do that. En maak er geen discussie of gevecht van, maar een gesprek daarover, dat is toch hartstikke leuk. Niks mis mee. Dan wil ik een stukje voorlezen. Ik had in Vreugde van Verlichting, de eerste druk geloof ik. Het absolute maakt zowel dingen als hun betekenis mogelijk, maar wordt zelf niet gekend. Je kunt niets zeggen over het absolute. Zou het wel kunnen, dan was het het absolute niet. Je kunt er alleen maar naar verwijzen middels paradoxen en ontkenningen. Het wordt leeggeroemd omdat er niets aan valt te zien, proeven, horen of ruiken. Het wordt stilte genoemd omdat er geen geluid valt waar te nemen. We noemen het ruimte omdat het zonder begrenzing is. Maar het zijn allemaal woorden. Je moet zelf ervaringsloze hebben om het te weten. En dat had ik dus naar hem gestuurd. Hij schreef: ervaringsloze ervaring door het denken nooit te bevatten. Toen schreef ik weer terug naar hem, niet door het denken te bevatten, en toch die woorden landen ergens. Waar? Vraagteken. Geen idee, maar landen wel. Waarheid voelt waarheid, zoiets. Kan jij daar iets over zeggen? Oh, zoiets. Iets in ons, of in ieder geval in een aantal, voelen dat aan, spuren dat. Zoiets. Dus het wordt ergens herkend, maar het kan dus niet gegrepen worden. Maar dat erdoor geraakt worden. Of die herkenning, zal ik maar zeggen, dat is waar het om gaat. Dat doet iets in het systeem. So that's fine. Ja, het lijkt haast alsof het meer voelbaar is dan dat het met de mind of zo begrepen wordt. Right. Ja. Yes. Dan had ik nog een vraag. Er wordt als gezegd van stilte is de hoogste teaching. En gisteren was er zo'n moment dat het een beetje in het midden van de satsang geloof ik, dat het helemaal stil viel. En toen voelde ik dat het voor mij dat ook echt wel klopte. En ik heb ook de neiging om te denken van nou, dat ik stilte gewoon eigenlijk veel sterker vind dan veel woorden. En toch lijkt het erop dat de woorden soms nodig zijn, dat het een soort van afwisseling is. Ja, uiteraard. Ja? En
die woorden die drijven als het ware op een veld, zou je kunnen zeggen. En verder had ik altijd zoiets van, kijk, als spontaan in satsang of in een sessie met iemand stil te valt, is uitstekend. Maar om dat kunstmatig te gaan creëren, geloof ik niet in. Bovendien, iedereen kan in zijn eentje thuis prima stil zijn. Maar dat doen ze niet. Dus de benadering van Nisargadatta, die was heel anders. Op het moment dat mensen te lang stil waren, had hij zoiets van, ik trap jullie er dadelijk uit, satsang is om vragen te stellen. Stil zijn doe je maar ergens anders. Ja, dat kan ook. Dus we kunnen niet zeggen dat stilte de beste teaching is. Daar is de beste teaching als er zinvolle woordelijke teaching of activiteit aan vooraf gegaan is en het weer opvolgt. Net zoals in muziek er dynamiekverschillen zitten en tussen de nummers een pauze. Dus soms zeggen ze, hè, dat is dan spelen met dingetjes, spreken is zilver, zwijgen is goud. Ja, van heel veel mensen zou je willen dat ze hun bek hielden, dat begrijp ik ook wel. Weet je wel, maar heel vaak is ook zwijgen toestemmen. De zwijgende massa, ja, daardoor kon Hitler lekker zijn gang gaan. Dus ik heb altijd iets met context en met onderscheidingsvermogen. Wanneer wat? Dus soms wordt die energie vrij sterk en valt er een stilte. En wordt dat opgepikt, ook hier. Weet je wel? That's great. En dat is een levend deel ervan. Maar het zou niet werken om hier 3 uur niks te gaan zitten zeggen. Want dat is geen stilte. En net zoals met muziek of een muzieknummer, dat er soms, er niet heel vaak, maar de laatste soms net iets langer stil te vallen, dan dat een beetje gangbaar is. Yes, ja, dat heeft dan soms een functie, dat is hartstikke mooi. Of het nummer eindigt met een hele hoop kabaal, zodat die stilte erna zo lekker benadrukt wordt. Dus precies de plek waar eigenlijk niets gebeurt. Waar dus heel veel gebeurt. And that's great. Yes. Thanks. Pauze.